Ja, wat hadden inbrekers in gedachten om mee te nemen toen ze op 18 januari een kringloopwinkel aan de Zwedenburg in Den Haag binnendrongen? Ja, veel geld valt er niet te halen omdat de kassa na sluitingstijd leeg is. Ja, en er zijn zo 1, 2, 3 ook nog niet veel spullen die veel waard zijn. En toch gingen twee inbrekers even kijken. De eerste pakt een SOS-box van de toonbank. Ja, die gaat mee. En de ander die pakt ook nog iets uit de kassalade. Nou, ze hebben uiteindelijk een paar euro meegenomen. Meer is het echt niet. Het is dubbel pech voor deze mannen, want ze zijn ook nog eens op beeld te zien. Wie weet wie dit zijn of waar ze verblijven, laat van u horen via een van de tipnummers.